Dus mama, wat vind jij? Leuk, ja? Heel leuk, ja. Ja. Daar zijn, want wij hebben er vrij weinig pap van gegeten. Ik heb er wel over onderhandeld met Fini. Hallo, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. De eerste video van onze verhuisvlog, noem ik het maar even. We moeten nog een pakkende titel ervoor vinden. Het is vandaag dinsdag. Het is 18 mei of zo. Ik weet het niet. Weet jij hoe het is, Nick? Het is 19, maar het is 19 mei. 19 mei. Ik ga jullie even bijpraten wat we tot nu toe allemaal gedaan hebben voor het huis. Oké, ik zit eventjes bij ons in de tuin hier, bij het appartement wat we nu huren. Wat ik in de vorige video verteld heb, is dat we uiteraard een huis gaan kopen. Het bod is geaccepteerd en nu begint alles eigenlijk. We hebben gisteren al onze gegevens opgestuurd naar de makelaar. Die gaat nu een koopcontract opstellen. En wij gaan deze week het koopcontract nog ondertekenen. En dan hebben we 6 weken de tijd om de financiering rond te krijgen. En we gaan er gewoon vanuit dat we de financiering rond krijgen. Hè? Gewoon positieve vibes de wereld in sturen. Hopelijk komt het dan naar ons terug ook. En we hebben het natuurlijk onze vrienden verteld. Een paar, nog niet allemaal. Want we willen toch een beetje wachten op dat koopcontract ondertekenen. Dus we hebben de mensen die echt vroegen aan ons hoe was de bezichtiging, die hebben we verteld dat het is geaccepteerd, het bod. Maar goed, er komt een hele hoop bij kijken. En vandaag ga ik met mijn moeder naar de stad. Dat was al gepland voordat dit allemaal begon. En ik denk dat ik een leuk jurkje ga uitkiezen voor, of uit ga zoeken om aan te trekken als we het koopcontract gaan ondertekenen. Want dat is natuurlijk wel een speciaal moment. Ik weet dat het een beetje slechte prioriteitenlijst is. Dat we beginnen met een jurkje uitzoeken. Maar goed, het hoort er ook bij. De leuke dingen en de stomme dingen horen erbij. We zijn nu inmiddels in Nijmegen, waar ik een beetje heb geshopt met mama. En ik dacht, ik wil wel even vastleggen wat mama nou eigenlijk vindt van dat wij een huis hebben gekocht. Dus mama, wat vind jij? Heel leuk, ja? Heel leuk. Ja. Ja. Ik ben blij dat jullie eindelijk een huis hebben. Ja, hè? Ja. Het is best wel lang geduurd. Ja, maar nou heb je ook gelijk een mooi groot huis. Ja. Hoef je nooit meer uit. Nee, hoeft niet. Hoeft niet. Kan, maar hoeft niet. Kan, maar het hoeft niet. Nee, dat is wel zo, ja. En mama die heeft... Meer dan mogelijkheden. Je papa is iedere keer meegeweest naar alle bezichtigingen. En mama heeft iedere keer succes gestuurd. Maar iedere keer was het niet goed genoeg. Maar nu dit keer wel. En het is niet in Wamel. Vind je dat jammer? Nee, toevallig zei ik vanmorgen tegen papa, ik vind het niet zo heel erg dat ik ga wonen. Je mag niet zeggen, geheim houden. Oh. Nou, die moet je wel bluffen dan. Ja. Want, hoezo dan? Anders sta ik de hele dag op de stoep. Nee, ik vind het wel leuker als je bij ons kan wonen, maar als ik het helemaal niet leuk vind om bij ons te komen wonen in de buurt, dan... Dat is dan weer niet zo heel ver. Maar nee, ik ga het ook niet zo heel ver. Nee, zo'n kwartiertje. Ja. Maar jullie waren ik had laatst wel leuker gevonden, maar hier kan ik ook goed mee leven. Oké, gelukkig. Inmiddels ben ik weer thuis. Na lekker geshopt hebben met mijn moeder, we hebben niet heel veel aangeschaft. Nu sowieso niet, want ik moet een beetje sparen. En mijn geld gaat uiteraard naar het huis toe nu. Ook een jurkje heb ik niet kunnen vinden, maar wel een leuk topje en een broek. Ik kan ze wel eventjes zo poep hier 2 foto's laten zien. Waarom ik de camera erbij pakte. We hebben vandaag wel weer wat meer update gehad. We hebben een notaris gevonden. Ik weet niet of ik dat al had verteld. Hebben we nu een offerte van gekregen. En we zijn akkoord gegaan met die offerte. Dus nu gaan we daar onze hypotheekakte en nog wat laten beschrijven. En we hebben ook besloten dat we daar een samenlevingscontract en of een testament gaan laten beschrijven. Maar daarover volgt het nog een keer, andere keer hier in de vlog. Nu weet ik alleen dat we het daar gaan doen. Maar we krijgen nog een oriënterend gesprek en zo. Verder zijn onze financiële stukken ingeleverd vandaag. Dat was ook wel een beetje, dan gaat de hypotheek echt aangevraagd worden. Dus dat is leuk.
Helaas heb ik het koopcontract nog niet ontvangen of in ieder geval niks van gehoord. Of dat we wachten eigenlijk nu op de verkopers. Die moeten nog wat stukken inleveren. Zodat, ja, deze week willen we wel het contract gaan verkopen. Dus daar zitten we eigenlijk nu op te wachten. En ondertussen durf ik nog niet zo goed te beginnen met dingen. Omdat ik eerst dat koopcontract wil ondertekenen. Wel leuk. Ik heb vandaag mijn beste vriendin gebeld. Of ja, eigenlijk mijn beste vriendinnen. Die ik echt al heel lang ken. En die waren echt super enthousiast en super blij voor mij. Dus het is ook wel heel leuk om te horen dat iedereen zo meeleeft met ons. Omdat we toch al best wel lang aan het zoeken zijn. En ja, dat is echt hartverwarmend. En iedereen vraagt ook iets anders. Dus dat is wel heel grappig. Je hebt hele andere gesprekken terwijl je hetzelfde vertelt. Dus dat is wel heel leuk. Ja, helaas kunnen we ze nu niet zien. Sowieso, mijn vriendinnen wonen niet allemaal in de buurt. Dus het moest even met een belletje. Maar ja, wel echt super leuk. En dat was het eigenlijk voor vandaag. Ik ga jullie morgen weer meer updates geven. Tot morgen. Hallo, het is weer een nieuwe dag. Het is vandaag Hemelsvaartsdag. Dus alles is dicht. Heel veel bedrijven zijn dicht. Ik ben ook dicht. Nee, ik ga vandaag niet streamen. Ik heb me voorgenomen om vandaag een beetje veel te sporten. Maar dat heeft helemaal niks te doen met deze vlog. Want deze vlog gaat over alles wat we moeten regelen. Of nou ja, in de eerste week. We hadden gehoopt dat we deze week het koopcontract zouden tekenen. Dat is niet het geval, helaas. Er gaat toch iets meer tijd overheen. Ik denk dat het komt ook doordat het vandaag hemelvaart is. En morgen mensen ook vrij zijn. Weet je wel, dat het zo'n lang weekend is. Het is toch vakantie of zo. Dus het koopcontract krijgen wij volgende week. En we gaan het 30 mei tekenen, maar dat had ik al verteld. We hebben in ieder geval nu een bericht gekregen van de makelaar. Dat ook het koopcontract bijna af is. Of zo goed als af is. Dus dat we het dan ook volgende week echt krijgen. Dat is fijn. Verder ben ik al begonnen met het uitzoeken van keukens. Maar dat lijkt me leuk om in een andere vlog te doen. Dus daar ga ik ook mee beginnen met opnemen. Maar die vlog komt dan in het vervolg. Ja, wat ik eigenlijk een beetje kwijt wilde aan jullie is dat deze vlogs waarschijnlijk wat langer zijn. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. Ik vind het zelf heel leuk om dit vast te leggen. En misschien heb je er wel wat aan als je zelf een keer een huis gaat kopen. Of verkopen of huren. Weet je, alles is mooi meegenomen. Dus ja, dat wilde ik even kwijt. We hebben dus voor nu... Oh ja, heb ik dat al verteld? Dat weet ik niet zeker. Laat ik het nu voor de zekerheid nog eens vertellen. We hebben een notaris gevonden waar we alles gaan regelen. Die gaat hypothecaire akte opstellen voor ons. En nog iets opstellen wat ik niet precies weet. En dan gaan we daar ook ons samenlevingscontract opstellen, denken we. We krijgen een oriënterend gesprek begin juni. Dus daar moeten we nog even op wachten. En nou ja, dan is het wel echt officieel dat Nikki en ik ook officieel op papier samen zijn. Dus dat is ook nog wel leuk. Maar dat is allemaal, ja, notarissen zijn druk. We konden als eerste terecht 5 juni of zo. Echt nog lang niet. Dus het is nu gewoon wachten geblazen. Dus ondertussen ga ik dingen uitzoeken van alles. Mensen inlichten dat we een huis gaan kopen, wat heel leuk is. Dus daar is deze week vooral gevuld mee. Ja, dat was het. Over en uit. Een hele goede morgen. Het is vandaag woensdag 27 mei. En ik heb vandaag een... Ik, samen met Nikki, heb vandaag een afspraak met onze financieel adviseur, strateeg. Die ons helpt met hypotheekaanvraag en heeft ons geholpen met de biedingen. En vandaag staat er op de planning een meeting met onze financieel adviseur. En wat we gaan doen is, hij heeft het renteaanbod aangevraagd bij een bank. En die gaan we vandaag even bespreken. Wat die bank heeft teruggestuurd. Wat ze kunnen bieden. En dan moeten we alles opsturen. Dat is de bedoeling. En het ondertekenen. En dan moeten we wachten tot ze een offerte sturen. En dan is het dus zeker dat we de lening krijgen. Nou ja, zoals je hoort, dat is nog wel eventjes... Er is nog wel wat voet in de aarde.
handen in de aarde. In ieder geval nog wat werk. En vooral, nou ja, wij hebben dan iemand onder de arm genomen. We hebben iemand onder de arm genomen die ons gaat helpen daarbij. Maar toch moeten alle documenten aangeleverd worden. Of dat nou bij de bank is of aan degene die dat aan de bank gaat geven voor jou. En dat gaan we vanavond even allemaal bespreken. Voor nu heb ik dus dat renteaanbod helemaal zitten lezen. Er zitten nog wel dingetjes in waar ik vragen over heb. Dus dat kunnen we dan ook allemaal vragen in die Zoom meeting die we vanmiddag hebben. Verder hadden we de koopakte ontvangen. Ik weet niet of ik dat al in de vlog had gezegd. Maar goed, de koopakte is dus binnen. Die heeft de financieel adviseur ook even gelezen. En die gaat er dan ook wat van vinden. Ik heb helaas nog niet de tijd gehad om ernaar te kijken. Ik heb hem heel gauw vluchtig doorgelezen, maar niet in detail. Dus ik weet nog niet precies. Ik weet wel, de prijs staat er heel duidelijk in. Maar al die randvoorwaarden en zo. En dat we dan gaan tekenen onder voorbehoud. Dat heb ik allemaal nog niet gelezen. Daar heb ik nog tot zaterdag toe voor. Maar ik hoop eigenlijk dat ons financieel adviseur het wel heeft gelezen. En ons gewoon even een soort van samenvatting geeft van dit zijn de belangrijke punten in de koopakte. En ik ben ook wel benieuwd wat er precies in de woning blijft staan. Want we hadden natuurlijk gezegd dat er het een en ander bleef staan. Dat wij dat gingen naar de stort brengen. En ik ben wel benieuwd wat dat dan allemaal is. Want er stond best wel veel gereedschap. Ik vraag me af of ze dat mee gaan nemen of dat ze dat weg gaan doen. Want dat kunnen we natuurlijk heel goed gebruiken bij de verbouwing. En we gaan vanmiddag dus ook bespreken. Nou ja, ik heb een beetje een plan bedacht van wat we willen verbouwen in de eerste weken. Dat gaan we ook bespreken. Dus de vloerverwarming heb ik uitgezocht een beetje. We hebben van één bedrijf een offerte ontvangen. Maar ik wil eigenlijk meerdere offertes met elkaar vergelijken. Dus dat staat eigenlijk op de planning om te doen deze week. Om nog meer offertes binnen te krijgen van misschien andere bedrijven die vloerverwarmingen leggen. De keuken zijn we mee bezig. Is een andere video. Vloerverwarming is ook een andere video waar het uiteindelijk over gaat. Maar dat zijn allemaal verbouwing dingen die ik ook moet bespreken met de financieel adviseur. Dus ja, dat staat vandaag eigenlijk op de planning. Maar wat er eerst moet gebeuren is streamen natuurlijk. Want het leven gaat gewoon door. En als ik niet blijf werken, dan komt er ook geen inkomsten meer binnen. Dus ja, het is heel belangrijk dat ik blijf werken. Dus dat ga ik nu doen. Maar ik wou jullie even een update geven. Een updateje van 4 minuten over wat er nu vandaag gebeuren gaat. En dit is nog niet de leukste vlog, verwacht ik. Want hierin is veel van, we gaan dit doen en we gaan dit bespreken. En het is allemaal afwachten en fingers crossed en dit moet er geregeld worden. En verder is het nog weinig dat je kan zien. Maar goed, dat komt vanzelf. Ik hou jullie up to date. Oké, we zijn aan het eind van de dag aangekomen. We hebben net het gesprek gehad. We zijn er best wel... anderhalf uur hadden we denk ik wel een gesprek. Ik had heel veel vragen. Ik had heel veel dingen opgeschreven. Wat ik ook al vanochtend in de vlog vertelde. Het is best wel leuk wat we allemaal kunnen. Eigenlijk waar het nu aan... Ja, we kunnen eigenlijk gaan met de banaan. Het is alleen even wachten dat we die koopakte ondertekenen. Nou, die hebben we dus nu net goedgekeurd. Dat heeft onze financieel adviseur ook doorgegeven aan de makelaar. Dus het koopcontract gaat getekend worden zaterdag. Dat was al zeker, maar nu 100% zeker. Even kijken, wat wil ik nog meer vertellen hierover? Oké, dus we hebben de koopakte gelezen. Dat is helemaal goed. Best wel aardig van de verkopers. Ze hebben best wel wat aardige regels erin gezet voor ons. Dat het eigenlijk voordeel is voor ons, toch Nick? Ja, gunstige voorwaarden. Gunstige voorwaarden, dat wil ik bedoelen. Ja, aardige regels. Gunstige voorwaarden. Maar dan snap je niet waarom ik jouw uitleg nooit vond. Nee, ja, ik ben niet zo goed in uitleggen. Maar goed, ik vond mijn vloerverwarming uitleg net best goed trouwens. Ja, die was heel sterk. Maar dat heb ik opgeschreven. Oké, dus... ze hadden gunstige voorwaarden, weet je wel, dat we niet eigenlijk, als het niet doorgaat, dat we in de financiële problemen komen of zo. Dat is eigenlijk wat... Geen bankgarantie, dus dat was die waarborgsom. Ja, nou ja, de details hoeft niet allemaal, denk ik. Maar... Ja, dat is gewoon hoe het normaal werkt. Ja, de waarborgsom
is er niet. Die is er gewoon tegelijk met het, ja, met het betalen van het huis. Ja, jongen, Nikki zit me uit te lachen. Oké, nou, dat was in ieder geval goed. Dan hadden we ook een renteaanbod al gekregen van een bank. Die hebben we even doorgenomen. En daar zijn we eigenlijk ook akkoord mee gegaan. Dat is eigenlijk onze financieel adviseur zei dat het een goed aanbod was. Dus daar zijn, want wij hebben er vrij weinig pap van gegeten. Ik heb er wel over onderhandeld met Fini. Nikki zegt ja, we willen minder rente. En die financieel adviseur zat echt te kijken, ja, zo werkt het niet. Het is niet een markt waar je even kan onderhandelen over de prijs. We moeten vooral accepteren het beste aanbod, denk ik. En we hebben een redelijk aanbod gekregen. Dat gaan we nu accepteren. En nou, als we het koopakte hebben binnen hebben, of getekend hebben, dan kunnen we ook echt starten. Het enige waar we op wachten zijn mijn cijfers. Die liggen bij mijn boekhouder. Die moeten deze week compleet zijn. Ja, het zou al compleet moeten zijn, maar het is nog niet binnen op een of andere manier. Maar ik ga ervan uit dat dat deze week ook gewoon binnen is. Want dan kunnen we gewoon echt, ja, dan zijn we gewoon ready voor de aanvraag. En dan is het wachten op de bank tot ze de aanvraag goedkeuren. En dan krijgen we nog een laatste bod en dan zou het allemaal goed moeten zijn. Dat is het ideale. Oh, ben jij nu aan bellen? Even denken. Het enige wat ik nog wilde zeggen daarover is dat mochten we nu heel makkelijk de hypotheek krijgen, dat de bank we gaan wat ze voor hebben gesteld accepteren. En mocht dat nou heel makkelijk gaan en ze zeggen van ze doen echt zo een beetje zo van we hadden nog meer kunnen lenen, dan gaan we toch wel voor een bouwdepot bij ons huis. Want we hebben natuurlijk die vloerverwarming, de keuken die er aan zitten te komen. En ja, nu gaan we dat van ons eigen spaargeld betalen. Maar het is natuurlijk met zo'n lage rente is het heel chill om een bouwdepot erbij te nemen. Dus dat we 10.000 of 15.000 euro voor verbouwingen meelaten in onze hypotheek. Dat moet je dan gebruiken voor je hypotheek, voor je verbouwingen. Maar dat komt helemaal goed, want die hebben we op de planning staan. En mochten we geld overhouden, dan kunnen we de badkamer nog doen, snap je? Dus eigenlijk zie ik het positief in. Ik moet weer mijn positieve vibe terugpakken, want ik was een beetje bang gemaakt door iedereen dat het niet ging lukken met een hypotheek krijgen. En eigenlijk door het gesprek vandaag heb ik er weer meer vertrouwen in. Dus ik ga er gewoon van uit dat we het gaan krijgen. En misschien wel meer. En dan kunnen we echt leuk verbouwen. En dat is natuurlijk super leuk voor deze vlog ook. En ook voor mij. Want dat vind ik gewoon super leuk. En dan heb je echt dan koop je een huis. En dan kun je het ook nog helemaal naar je smaak maken. Dat zou zo chill zijn. Dus daar hopen we heel erg op. Een badkamer moet uiteindelijk ook een keer gedaan worden. Maar die zit niet in de planning op korte termijn. Maar mochten we geld overhouden, dat kan ik me niet voorstellen, dan gaat de badkamer ook gebeuren. En over de jaren heen willen we misschien een dakkapel. Maar goed, dat is allemaal voor later praat. In ieder geval, wat er nu gebeuren moet, is de koopakte ondertekenen. Dat is zaterdag, dan ga ik jullie meenemen. En de cijfers binnen van mij, van 2019. En dan zijn we compleet. Onze financieel adviseur die gaf ons ook nog een ding om over na te denken mee. En dat is de levensverzekering. Daar moeten we even over nadenken. Van stel dat Nikki of ik overlijd. Voor hoeveel wil je dan verzekerd zijn? Dus dat Nikki kan blijven wonen in het huis als ik overlijd. Of als Nikki overlijdt, dat ik in het huis kan blijven wonen zonder in de problemen te komen. Dat is niet meer verplicht tegenwoordig bij de banken. Dus je kunt zonder levensverzekering een hypotheek krijgen. En ook de nationale hypotheekgarantie kun je ook zonder levensverzekering krijgen. Maar voor jezelf is dat best wel chill. En misschien denk je nu van, nou, als ze er niet is, dan verkoop ik het huis en cessa. Maar als je een kind hebt, is dat misschien anders. Dat is over jaren pas. Maar goed, daar moet je toch even over nadenken. Dus dat is even de stof waar we nu tot zaterdag even goed over na gaan denken. Van wat voor een bedrag willen we, als je bijvoorbeeld 300 euro per maand kwijt kan in je eentje maar. Dan moet je dus voor de rest van het bedrag wat je betaalt, moet je een, dat moet je dan verzekeren. Dus dan zou je jezelf verzekeren voor 200.000 euro als levensverzekering. Is niet veel, maar het is wel wat. We zijn jong, dus de kans dat we overlijden is heel klein. Dus de premies zijn niet zo hoog. Het gaat over 70 euro in de maand. Dat is best wat met z'n tweeën.
Dus dat is eventjes kost waar we over na gaan denken. Kost. Ik denk dat ik dan wel alles een beetje samengevat en tegen jullie heb verteld. Dit is weer een heel lang clipje. Het spijt me als je dat saai vindt. Maar het hoort er allemaal bij en ik vind het ook wel leuk, die onzekerheid die we nu hebben. Ik hoop dat er een tijd komt dat we daar later over lachen, weet je wel. Dat je denkt, oh, toen waren we zo zenuwachtig en kijk eens hoe goed het allemaal is gegaan. Dat hoop ik. Future Mattia. Ik voel dat ook ergens, hè. Future Mattia is dat nu in mijn oren aan het schreeuwen. Dus dat. Nou, ik denk dat ik geen updates meer heb tot zaterdag. Dus de volgende clip die jullie zien, zijn wij het koopcontract aan het tekenen. Of dan gaan we er naartoe. Yes. Leuk. Het is zover. Het is 30 mei. De dag waar ik op gewacht heb. Nou, er is nog het datum waar ik op gewacht heb. Dat is 10 juli. Maar eerst 30 mei. We gaan de koopakte tekenen. We zijn nu onderweg. In de auto zitten we onderweg naar het huis om de koopakte te tekenen. En wie weet mogen jullie wel een sneak peekje zien van het huis. Vandaag is een speciale dag, want vandaag gaan we de koopakte tekenen. 30 mei en hierachter, dit is het huis. Dus ik ben heel erg benieuwd. Ja, en toen hadden we een huis gekocht. Het staat eronder. De handtekeningen staan er van iedereen onder. Onder het koopakte. En ik heb dat niet gefilmd, want dat vond ik een beetje raar om te vloggen. Maar ik heb wel een fotootje gemaakt samen met Nikki. En uiteindelijk heeft de makelaar het verkocht bord in de tuin gezet. Wat natuurlijk wel echt heel erg leuk is. We gaan er gewoon vanuit dat alles goed gaat nu. Dat we de financiering gewoon lekker rondkrijgen. Maar ja, ik zie geen beren meer op de weg. Dus het is echt tijd om echt concrete plannen te gaan maken met het huis. Het eerste plan wat we hadden was even lekker eten. En mijn ouders waren ook even komen kijken bij het huis. En mijn broer en zijn vrouw en mijn neefje Flynn waren ook allemaal gekomen om even het huis te zien. En ze waren allemaal wel een beetje nieuwsgierig. Oh ja, en trouwens ook de vader van Nikki. De moeder van Nikki moest helaas werken. Die hebben allemaal het huis gezien. En we hebben daarna gewoon even lekker sperrips gegeten met z'n allen. Ik heb een wijntje ingeschonken. En we hebben het even goed gevierd dat de handtekeningen eronder staan. En dat een nieuw begin, of ja, een nieuwe stap in ons leven is. Een begin van een nieuw avontuur. Avontuur? Avontuur. Het begin van een nieuw avontuur. Ik vind het nog een beetje, ik moet mezelf nog een beetje knijpen. Ik vind het echt super leuk, want een huis kopen samen is niet zomaar, ja, dat is niet hetzelfde als samen gaan wonen in een huurhuis. Er komt echt wel wat meer bij kijken. En dat gaan we volgende week ook mee aan de slag bij de notaris. Met samenlevingscontracten en zo. Maar daar ga ik later nog bespreken in de video. Voor nu staat de handtekening onder het koopcontract. Dus wij worden de eigenaren van het huis. Ja, bizar. Bizar. Echt zo leuk. Ik ben zo blij. Maar dat hadden jullie vast al door, ook in mijn vorige video. Ik wil jullie ook nog even bedanken voor alle leuke reacties onder de vorige video's die met de klus, verbouwing, verhuizing te maken hebben. Echt heel leuk en ik heb zin om deze serie lekker voor te zetten en jullie gewoon helemaal mee te nemen in dit leuke avontuur wat wij gaan meemaken nu. Voor nu wil ik jullie bedanken voor het kijken naar wederom een video. Helaas was het niet heel veel. Je zag vooral mij veel praten in de camera. Mijn excuses daarvoor. Ja, dat zijn de eerste weken. Er wordt weinig vooruitgang geboekt. En het is veel, ja, hoe zeg je dat? Een beetje papierwerk wordt er nu gedaan. Ja, ook heel belangrijk als je een huis wil kopen. Dus ja, dat wil ik jullie ook gewoon meegeven. Dat het niet alleen maar een huis kopen is en dan bam, we gaan klussen. Er komt nog wat voorbereidend werk. Maar ik heb zin om de vlog voor te zetten. Ik ga gewoon mijn idee met de vlog
is dat ik gewoon lekker ga vloggen over alles wat met het huis te maken heeft. En dat begint al met dozen inpakken tot de dozen uitpakken als het klaar is. En alles wat daartussen zit. Dus echt alles wat met het huis te maken heeft, ga ik de aankomende tijd over vloggen. Ik hoop dat jullie dat leuk vinden. En vind je dat leuk? Geef het een duimpje omhoog. Laat een leuke comment achter. En als je nog ideeën hebt, wat ik ook al in de vorige video zei. Heb je ideeën? Laat het weten. Als je denkt van, dit moeten jullie doen in jullie nieuwe huis. Of heb je hier aan gedacht? Alle tips en ideeën zijn welkom. Dus, dankjewel voor het kijken. Ik hoop jullie snel te zien bij een nieuwe video. En tot de volgende. Doei!